Dit is wat ik tot nu toe weet over het shiny hunten in Pokémon Scarlet en Violet. Dankzij de mensen die de game al eerder hebben kunnen spelen, zijn er nu al een aantal dingen bekend die te maken hebben met shiny Pokémon mechanics in de nieuwe games. Het eerste wat ik met jullie wil delen is eigenlijk ook meteen een waarschuwing. Shiny Pokémon maken namelijk geen geluid in de overworld. En ze hebben ook geen shiny sparkle animatie meer zoals je dat gewend bent in Pokémon Legends Arceus. Ik wil eigenlijk de stream afsluiten met shiny. Dat is veel leuker. Ik ben shiny, kom op. Dankjewel. Wel is het zo dat wanneer je een Pokémon ziet en je snel je game opslaat en vervolgens de Pokémon per ongeluk verslaat, je de game kunt resetten en dan het gewoon nog een keer kunt proberen. Daarnaast is het zo dat Game Freak ons dit keer beschermt van het per ongeluk verslaan van een Pokémon tijdens het gebruiken van de auto battle functie. Wanneer je gebruik maakt van de auto battle functie zal je Pokémon geen shiny Pokémon's verslaan. Dus je hoeft eigenlijk niet bang te zijn dat je te laat bent met het uitzetten ervan. Let er wel op, wanneer jij een van je vrienden toelaat in jouw game sessie, kunnen zij precies dezelfde Pokémon zien als die jij ziet. Dit betekent dat wanneer er een shiny Pokémon verschijnt, deze ook zichtbaar is voor je vrienden. Zorg ervoor dus dat je van tevoren goede afspraken hebt gemaakt over wie welke Pokémon mag vangen. Ik weet niet zeker wat de shiny odds zullen zijn in deze game, maar ik weet wel dat er een andere manier is om je kans op shinies te vergroten. Namelijk het maken van shiny buff broodjes tijdens het picknicken in de game. Hoeveel meer kans je krijgt, dat ga ik nog uitzoeken en kom ik sowieso terug tijdens mijn Pokémon Scarlet Violet streams. Wat ook de kans op shinies vergroot, zijn outbreaks. Want volgens leakers zijn deze terug. Ik ben benieuwd hoe de outbreaks in Scarlet en Violet zullen werken en of dat net zoals bij Pokémon Legends Arceus zal zijn. Waar je wel rekening mee moet houden is dat er een aantal Pokémon zijn die shiny locked zijn. Dit zijn Pokémon die je nog niet shiny kunt krijgen, waardoor het geen nut heeft om ervoor te soft resetten of ernaar te gaan hunten. En dit zijn de Pokémon waarvan ik weet dat ze shiny locked zijn. Sowieso de starters aan het begin van de games. Je kunt ze dus nog wel shiny krijgen door het breeden later. Daarnaast zijn ook de box legendaries shiny locked en de 4 sub-legendaries. Wanneer deze Pokémon shiny te verkrijgen zijn, zal waarschijnlijk bij een event zijn, net zoals bij Sashen en Zamazenta. Nu heb ik alle info met jullie gedeeld die ik had over de nieuwe shiny mechanics in Pokémon Scarlet en Violet. Laat me in de reacties weten welke Pokémon jij als eerste gaat shiny hunten. Bedankt voor het kijken en abonneer voor meer Pokémon content. Ik wens jullie een hele fijne dag nog en tot de volgende video. Tjus!